Stadsradio Vlaanderen. De week van de friet die jullie willen promoten. Ja, inderdaad, die loopt al de hele week. De week van de friet. Ik denk dat iedereen, net zoals elke Vlaming, wel trots is op zijn park friet af en toe. En daarom gaan wij gaan kijken als minister van Onroerend Erfgoed of dat we de plaats waar dat sommige van die frietkoten gevestigd zijn, dat is soms ook echt onroerend erfgoed. En we gaan nu een onderzoek starten of dat we zo enkel in Vlaanderen kunnen beschermen om die door te geven naar de toekomstige generaties. De locatie hier is natuurlijk uitstekend en ik ben ook heel blij en ik hoop dat we snel werk kunnen maken van het vleeshuis zelf ook te renoveren. Maar het zijn zo'n typische plaatsjes die we willen gaan kijken. Die zijn op nog sommige plaatsen in Vlaanderen. En de Vlaming vindt dat wel belangrijk dat er een frietkot om de hoek is en dan liefst nog een met een beetje erfgoedwaarde. Dus gaan we kijken of we die ook kunnen beschermen om die door te geven naar de toekomstige generaties. Je bent inderdaad ook een frieteter, zou ik maar zeggen. En ik kon het toch niet laten om toch hier een frietje te bakken. Ja, inderdaad. En ik moet er een beetje mee opletten om daar al te trots op te zijn. Want het is ook natuurlijk... De keer dat je echt overdrijft, wordt het ook wel ongezond. Maar ik ben inderdaad een hele grote liefhebber van frietjes. Tot nou toch wel 7 à 10 keer per week, denk ik. Ja. Wat ik ook mij eigenlijk opvalt, deze mensen staan hier nu. Die huishuren of die plaatshuren zijn zeer duur. Is moeilijk nog haalbaar? Kunnen we dat nog eigenlijk toelaten? Als we dat als erfgoed willen, laten doorgaan. Want België is gekend. Bier, chocolade en de Belgische friet. Inderdaad. Maar daar moeten we inderdaad een goed evenwicht in vinden. Want we willen die traditie doorgeven. We willen dat dat bewaard wordt voor de Vlamingen die na ons komen. Maar dan moet je inderdaad ook zorgen dat het commercieel uit de baten valt. En dat evenwicht moeten we gaan zoeken. Maar ik denk dat dat wel haalbaar is. En eigenlijk kan die bescherming er alleen maar mee helpen. Want dan gaan we die gebouwen als frituur gaan erkennen. En dat betekent dat die dus ook in de toekomst frituur moeten blijven. En dat gaat wel zorgen dat het ook op die manier betaalbaar blijft. Waarom zijn onze Belgische frieten eigenlijk zo lekker? Ik denk dat wij een heel mooie traditie hebben in Vlaanderen. Dat die effectief de beste methode om die te bakken. U weet dat er ook een Europese discussie is geweest. Maar wij hebben een hele typische manier waarbij dat die ook op lagere temperaturen worden voorgebakken. En dat zorgt dat wij een uitmuntende kwaliteit hebben die je trouwens nergens ter wereld terugvindt. Stadsradio Vlaanderen.